demonstratie van de Nederlandse Volksunie. De enige partij in Nederland die nog opkomt voor de belanghebbende Nederlanders. En pleit voor een totale asielstop. Dan hoor ik jullie wel vragen denken. Waarom een totale asielstop? Wij zien niet in de meerwaarde van nog meer asielzoekers, vluchtelingen of gelukszoekers, hoe ze ook mogen heten, naar ons prachtige Nederland. Wij van de Nederlandse Volksunie zijn in 2018 ook in Beert geweest. Toen hebben jullie allemaal de zegeningen gekend van het AZC in Beert, die was toen gesloten. We hebben nu ook een AZC hier in de Verenigde Kamerdom. Daar zijn ook nog maar van die fretletters, waar we ontzettend veel overlast van hebben. Waar mensen klagen, steen en been. Wat dat voor onzin dat allemaal is om die mensen nog hierheen te halen. Hey, lezen, aanstaandelijk in de systeemkerk. Een groepje Eritreërs die elkaar te lijf gaan. Dan zijn het een soort hoedjes of toetsjes die elkaar gaan naar het leven staan. Wij lezen haast dadelijk in die systeemkerk dat mensen met een asielstatus hier naartoe komen. En dan weer makkelijk terug naar hun eigen herkomstland gaan op vakantie. Moet je je voorstellen, je vlucht een land uit in oorlog. Je komt er terug en je gaat er op vakantie. Dat gebeurt niet alleen met Eritreërs, maar dat horen we ook met Syriërs, Irakezen en noem maar op. We willen hier een punt maken dat de nieuwe regering die gevormd gaat worden, ook een daadwerkelijk asielstop gaat invoeren. Want wij zijn het onderhand helemaal zat. We hebben in Nederland onderhand te maken met een woningtekort. Mijn eigen kinderen moeten 15 jaar wachten om een fatsoenlijke woning te krijgen. Om naar scholen te sturen. Er zijn gewoon geen leerkrachten voor. We hebben in Nederland te maken met een artsentekort. Al wil je die straten zouden ze bekeken met een arts geven. Er zijn geen artsen meer die onze eigen mensen kunnen verzorgen. Laat staan die mensen kunnen verzorgen. En dan komt er ook nog eens een keer bij. Jullie weten allemaal, we betalen mensen in Nederland, we betalen ons daar helemaal schil aan. Het aantal dat we per maand moeten betalen, zijn we sommige mensen, is dezelfde hoogte als de huur. En dan komen ze hier naartoe, dan zitten ze in een AZC, dan mogen ze het hele gebied renoveren, dan mogen ze alles doen waar wij voor moeten betalen aan bloeden, terwijl de Nederlandse belastingtaler allemaal wat moet toestaan. De uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen laat een duidelijk ruk naar rechts zien dat Wilders een hele andere stem heeft gekregen. En de Nederlandse Volksunie trommel was nog tegen 91 op het trommeltje. En wij hebben al jarenlang gewaarschuwd voor de invloed van vreemdelingen naar ons prachtige Nederland en Europa. En ik weet niet of jullie het vergeten, maar ik niet. 30 maart 1986 was de vreselijke aanval van de vieze smerige Antifa die Janne op een gegeven moment aanviel in Hotel Cosmopolitan in Kedigen aan mevrouw Schuurman haar been verloor. Deze smerige stinkende linkfascisten zijn daarvoor namelijk bijna nooit opgepakt, laat staan veroordeeld, laat staan maar een keer moment bij stilgestaan. Maar Janmaat werd als een uilskuiken behandeld en die man kreeg nooit op een gegeven moment de kans om zijn verhaal te doen. Hetzelfde is geweest met onze overleden voorzitter Jop Wilgeet. En meneer Wilders toen nog bij de VVD sprak schande van onze partij en onze standpunten. Maar hij heeft ons onderhandeling tegengehouden. Jullie kennen nog wel de uitspraak van Wilders. Moskeeën moeten dichtgemetseld worden. Korans moeten verboden worden. En nou is straks de grootste partij hier in Nederland en de minister-president. Wij pleiten niet alleen in Nederland voor een asielstop. Wij pleiten Europa-wijd voor een asielstop. En waarom? Het Europa, dat volkeren en vaderlanden waar wij voor staan, moet behoud blijven voor de totale ideologie van totaal compleet gestoorde wokisten. Wokisten onder leiding van Tony van der Aar en GroenLinks en D66. Die naar een one world nation willen werken waar volkeren niet in bestaan, waar eenheidsworst worden. Dat willen wij niet. Wij willen niet in de EU. Wij willen die verdomde euro niet. Wij willen terug naar de Nederlandse gulden. Wij willen terug naar het Nederland waar de normen en waarden van onze vader en voorvader groot zijn. We willen gewoon zorgen dat mensen die hier vluchten kunnen op een gegeven moment opgevangen worden in een grensregio. Dus vlug je in Afrika, dan ga je lekker naar een Afrikaans land toe en dan word je daar opgevangen. Het is toch te gek voor woorden dat mensen vlechtvluchten 6, 7 landen doorkruisen en zeggen: hoi, ik ben hier in Nederland, laat ik hier maar eens even uitstappen. Dat is toch schandalig voor woorden. Dat moet niet kunnen en dat mag niet meer. En met die verschrikkelijke oorlog van Oekraïne zien we ook dat Oekraïners op een gegeven moment hier naartoe vluchten en hier het land van melk en honing hebben bereikt en die gaan we ook nooit meer terugkrijgen. Hoe erg is het dan vindt wat daar gebeurt? Dit moet anders. De toekomstige regering, die moet op een gegeven moment nieuwe wetten maken die heel duidelijk stellen: dit zijn de grenzen van Europa,
continent. Dus dat heel, heel duidelijk, Aziaten blijven lekker in Azië, Afrikanen, Afrikanen, en wij vangen de Europeanen wel op. En waarom zeg ik het zo? Als we doorgaan, en een beetje mensen die hersenen zitten, zijn er gelukkig nog wel genoeg in Nederland, kan straks de laatste Nederlander de vier grote steden het licht eind doen. We zijn totaal aan het omvolkingsproces begonnen. En hoe zit dat omvolkingsproces? Zelf gaan kijken naar de scholen waar al die mensen zitten, dan zien we het zelf wel. Ik zou gaan kijken naar de vier grote steden, hoe die wijken eruit zien, dan zien we het zelf wel. Wij willen dat niet. Ik ben trots op rood en blauw, ik ben trots op mijn familie, ik ben trots op mijn cultuur en op mijn land. We hebben de schande al meegemaakt van Zwarte Piet. Zwarte Piet moest weg, want dat was racistisch. Het prachtig mooi kinderfeest hebben we geofferd voor de wokisten en de linksfascisten om het mooi prachtig kinderfeest kapot te maken. We hebben het gezien met het Koningshuis, met de Gouden Koets. Daar mag er niet meer in gereden worden omdat daar zogenaamde verslaven op gebeeld staan. Dat is toch een mensen hoor. Als slaven werden ook gemaakt op blanke mensen. En ik ben niet wit, ik ben blank. En dat waren Arabieren. Die hebben meer slaven beschikt op blanke mensen. Dat blanke mensen en Joden besleept hebben aan negers. Of hoe je tegenwoordig ook moet heten, donkere kleuren. Wij willen de totale vrijheid van meningsuiting in Nederland. We willen dat je niet met het prijs op je bek moet praten, zoals ik al jarenlang mee heb gemaakt. Dat je dit met de Duitse politie moet van dat praten over, dat ze zeggen ja, maar jij bent rechts. Dat mag niet, je wordt eruit gegooid. Albert Lacouche, de burgemeester uit mijn stad, Arnhem, dat is de beste man, maar die heeft duidelijk gezegd, de PVV'ers is mijn ambtenaar op de raad geen plaats. Die man moet je ogen uit zijn kop schalen. Ogen uit zijn kop schalen. Ik ben een geboren Nederlander. Ik heb het recht om voor de Nederlandse belangen op te komen en ik heb het recht om te verdedigen wat mij lief is. Desnoods, in vervolg van oorlog zal ik als eerste samen de grens om dat te verdedigen. En als ik een arrogante burgemeester heb die mensen moeten uitsluiten op basis van politieke overtuiging, dan ben ik op de politieke pol. Iedereen van links tot rechts heeft recht op zijn mening en overtuiging. Dat geldt voor mensen van de RVU, dat geldt voor mensen van de PVV. Op mijn linkse vrienden van GroenLinks zelfs, al ben ik het totaal niet met hun eens. Waarom ik dit punt wil maken, is dat we de steden zoals Weert, Leiden besteden, de zegeningen van de multiculturele samenleving hebben geproefd met het AZC. Deze zegeningen willen wij niet. Wij willen heerlijk weer het land worden gekocht van de molens. Dat we trots zijn op Piet Jan Heijn, Rembrandt van Heijn, Kaas, Molen en Tulpen en het broodje Haring. Ik hoef geen Nederland te hebben, maar couscous, shawarma, broodje, dat weet ik veel wat. Het is allemaal leuk en oriëntaals, maar dat is niet mijn ding. Wij moeten trots zijn op het Nederlandse elftal. Maar wanneer wij kijken naar een elftal, en ik ben zelf voetbaltrainer, dan schieten mij de ogen de tranen in de hoofd. Dan denk ik bij mezelf, wat is hier gebeurd? Kijk ik naar een Afrikaans elftal, ik zal niet zeggen aan de kwaliteit van de speler, want daar liggen die aan. Maar we moeten trots zijn. We moeten trots zijn op ons land. We moeten trots zijn op waar we vandaan komen. En we moeten ophouden stoppertje te spelen en weg te kijken naar de problemen die wij als land hebben. We moeten stoppen om dingen niet te benoemen. We moeten lef tonen om dingen te benoemen. We moeten zijn wie we zijn. En we moeten niet bang zijn. Want als we zo doorgaan, komen wij straks in de situatie terecht waar Nederlanders geen woningen meer krijgen. Die gaan naar de statushouders. Wachttijden van 15 tot 20 jaar. Ja. En als je ziet wat voor eisen ze hebben, er zijn nu al gevallen bekend dat ze woningen weigeren, terwijl heel veel mensen graag een woning willen hebben. Dat is niet correct. Ik ga nu een paar woorden voegen aan de Duitse kameraden die mij altijd steunen met demonstraties en manifestaties. Dan ga ik me nou tot recht in het Duits. Lieve. Goedje kameraden, herzlich willkommen in de Nederlanden. Het freut mich wieder, euch zu sehen hier, dass Sie zusammen auf die Straße stehen und zu kämpfen für unser Vaterland und für den Europa der Völker und Vaterländer. Das letzte Mal, wenn ich in Deutschland gewesen bin, das war in 2008, da habe ich damals was gesagt über Ihre Kanzlerin Angela Merkel. Das hat mir gefallen, aber du siehst mir heute nicht. Darum ist der Grund, dass ich nicht so oft mehr nach Deutschland überreise. Aber wenn ich mal hier Zeit habe und 3000 Euro zu viel habe, komme ich gerne wieder bei euch. Ihr müsst jetzt zusammen bleiben kämpfen.
Für unser germanisches Grund, für unser germanisches Volk, da geht alles um. Wir müssen deutlich bleiben kämpfen. Für die nationale Sache und die soziale Sache. Und wir müssen die Opfer unserer Väter und Vorväter nicht vergessen. Die Kriege, die gewesen sind, sind nicht von uns. Wir haben gesiegt, sage ich immer. Wir haben gesiegt und wir werden wieder siegen. Und das Glauben, das wir haben in unseren Überzeugung, wird niemals beseitigt werden door Linksidioten, Orchesten und was dann auch über alle anderen Leute. Und auch die koschere politische Meinung haben wir nicht. Wir haben ein gesundes volkisches Empfinden, dass wir glauben an biologisch erwachsene Menschen. Und darum stehen wir heute hier auf die Straße. Und zusammen zu kämpfen für uns Europa, der Volk und Vaterländer. Grüß euch!